schrijft u het op en dan vertel ik straks wat u opgeschreven hebt. Ga ik in ieder geval met Michal doorpraten over het boek dat je deze week hebt meegenomen en wat je gaat bespreken. Wat is het? Van Kees het Hart, de keizer en de astroloog. En ik moest net even denken, we hadden het net even over verstikt zitten in je wanen en in je denkbeelden. Ja. En dat is eigenlijk wel een hele mooie brug naar dit boek. Want dit boek, de keizer, is in dit geval keizer Willem II. Naar Doorn, heeft als het ware een soort van politiek asiel aangevraagd, omdat hij in Duitsland natuurlijk niet meer gepruimd werd. Na de Eerste Wereldoorlog. En na de Eerste Wereldoorlog. Hij is nooit meer teruggegaan. Hij is nooit meer teruggegaan, hoewel hij steeds zelf in zijn gedachten het idee had dat zijn volk hem nog steeds terug wilde. Dat is een van de wanen waar hij ook in blijft. En hij zit daar dan in Doorn, het is niet zo heel groot, maar in dat paleis daar. En eigenlijk zet hij zijn oude leven, wat hij in Duitsland had, zet hij voort. Met zo'n hele hofhouding en het is ook helemaal afgeschermd. Niemand kan er meer bij komen. Dus die man blijft ook helemaal leven, als het ware, in het oude en die, leven. Die is nu de hoofdpersoon in feite in het boek van Kees het Hart. Die Willem II. Nee, hij is niet de hoofdpersoon. De hoofdpersoon in het boek is een jonge arts die net afgestudeerd is, Simon. En die wordt gevraagd door zijn leermeester, zijn hoogleraar, om hem te assisteren bij een patiënt die hij heeft. En dan weet Simon in het begin van het boek nog niet wie dat is. Of hij wil assisteren bij de genezing van deze patiënt. En dan langzamerhand wordt duidelijk dat Willem II is. Dus waarvan moet hij genezen worden? Hè? Van al die wanen en al die denkbeelden. En al die, hij komt met behulp van astrologie? Onder andere, laat ik zo zeggen, die hoogleraar die is niet zo van de astrologie. Die heeft nog allerlei eigen beelden. En die heeft ook Freud gelezen natuurlijk. Hè. Dat is net in die tijd dat ook heel erg speelt. 1928 speelt het boek. Maar die Simon die heeft zich heel erg verdiept in astrologie. En daarvan is die keizer ook op de hoogte. Want ze hebben helemaal alles nagetrokken bij die Simon. Dus die weet, die keizer, dat Simon heel erg in astrologie is geïnteresseerd. Hij heeft ook een aantal artikelen geschreven in bladen. En die keizer die wil dus weten of de horoscoop die hij van zichzelf heeft gemaakt, want die keizer is ook heel erg veel heeft zich verdiept in die astrologie, of die klopt met wat Simon zegt. En dat klopt, en dat komt ook wel aardig overeen. En dan zul je zeggen, ja, waarom wil hij dat dan weten? Ja, wat is in feite het thema? Ja, nou ja, die keizer, al tijdens zijn leven waren er een aantal biografen die een biografie over keizer Willem II schreven. En daarin werd hij afgeschilderd als een man die ontzettend driftig was, altijd zijn gelijk wilde hebben, grootheidswaanzin had enzovoort. En daar was hij natuurlijk niet mee eens. Dat was heel negatief. Hij wilde niet de geschiedenis ingaan als een negatieve keizer. Mm-hmm. Ja. Dus hij wilde eigenlijk via zijn horoscoop aantonen dat dat helemaal niet zo was. En daar had hij die hulp van die Simon bij nodig. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Tegelijkertijd is het boek, die Simon heet niet voor niets Simon, want die Simon is volledig gemodelleerd naar Simon Vestdijk, de Nederlandse schrijver Simon Vestdijk. Het gaat zelfs zover dat Kees het Hart de hoofdpersoon op exact dezelfde datum geboren laat worden als Simon Vestdijk. En Simon Vestdijk heeft ook medicijnen gestudeerd, is ook arts geweest, heeft zich ook in de astrologie verdiept, heeft zich in psychiatrie verdiept. En waarom heeft het Hart dat gedaan? Hè? Nou, het Hart heeft daar eigenlijk een soort eerbetoon aan Simon Vestdijk willen. U zei net, er wordt veel te weinig gelezen. Toen dacht ik meteen, er wordt ook veel te weinig Simon Vestdijk gelezen. Ja, wat hij nog gelezen? Dat is inderdaad een groot schrijver. Ja, hebt u veel van hem gelezen? Ja, ik geloof dat het op school ook in mijn verplicht was. Ja, maar met genoegen wat mij betreft hoor. Ja, maar hij is eigenlijk volgens mij uit de gratie geraakt. Ik bedoel, ja, er is als we het over de grote schrijvers mensen die natuurlijk. We hebben het over Hermans en dan hebben we het over Reven, maar niet over Vestdijk. Nee, was natuurlijk daarvoor nog en over wel meer grote schrijvers in Nederland niet. Ja, dat is. Ik kan dat ook niet precies helemaal beschrijven. Je hebt natuurlijk wel dat soms boeken in een taal zijn geschreven van die tijd. Ja. Wat als je het interesseert, prachtige taal is, maar misschien niet meer. Maar dat geldt dus ook voor Vestdijk, want dan zeggen ze wel van dat het vrij archaïs is. Ja, dat het niet meer voldoet aan het ritme van vandaag. Ja. Om het dat zo klopt, te zeggen. Dat is ook zo. Ja. Hij heeft zinnen van een halve bladzij lang, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is in deze snelle tijd toch vrij lastig te volgen. Maar zonde, want al zijn verhalen zijn ontzettend mooi. Hij heeft ook zelf, misschien ook wel een tikje tegen het waanzinnige aan. En dat komt in al zijn boeken ook wel terug. Ja. Hij weet fantastische verhalen op te roepen. En ik heb twee boeken even meegenomen waarvan ik denk, nou, die moeten mensen toch zeker gaan lezen. Ook leuk trouwens dat Kees het Hart in zijn boek van de Keizer en de Astroloog verwijst naar verschillende van de boeken. Ja, want die ode waait op. En vertel daar ook over die andere twee boeken. Maar die ode aan Vestdijk, waarom heeft het Hart daarvoor gekozen? Wordt dat ook echt duidelijk uit dat boek van hem? Ja. Daar ontkom je bijna helemaal niet aan. Ik bedoel, die Simon, dat is best een sympathieke knaap. En aan het einde van het boek heeft die Simon helemaal
afgerekend met het feit dat hij medicijnen en arts wilde worden. Dat wilde hij helemaal niet. Ik bedoel te zeggen, van we moeten dit boek ook lezen van Kees het Hart. En daarna vooral ook veel Vestdijk gaan lezen. Nou, ik denk wel dat hij daarmee met dat oogpunt ook dat boek wel heeft geschreven. Ja. Buiten het feit dat hij natuurlijk deze twee mannen in één boek wilde samen hebben. Omdat hij ze heel interessant vindt. Ja. Maar ik denk wel dat als je dit hebt gelezen. En zeker als je niet zoveel van Vestdijk weet. Dat je denkt, hey, wie was die Vestdijk nou eigenlijk? En dat je daar wel wat meer van gaat lezen. Ja. Dus ik denk wel dat hij zijn opzet geslaagd in daarin. Ja, zeker. Ja. Okay, en wat heb jij meegenomen? Ene boek, Ivoren Wachters. En ik weet, dat was bij ons op de middelbare school toen nog in ieder geval wel redelijk, ik wil niet zeggen verplicht, maar dat boek werd wel aangeraden. Prachtig boek, met een beetje een triest thema. Het is over de ondergang van een kunstenaar. Maar op een hele lyrische wijze beschreven. En het tweede boek wat ik heb meegenomen, dat vind ik echt ook prachtig, waarmee ook de vertelkunst van Vestdijk heel erg duidelijk naar voren komt. Dat heet De Nadagen van Pilatus. En dat gaat over de vraag wat Pontius Pilatus, wat is er met hem gebeurd na de dood van Christus? Ja, ik ga natuurlijk niet verklappen, dat moet je zelf maar lezen. Maar in ieder geval worden we helemaal naar Rome gevoerd. Hij ontmoet onderweg Maria Magdalena, daar wordt hij nog zelfs verliefd op. En het is echt werkelijk fantastisch. En dan Caligula wordt in al zijn tirannie en in al zijn gekte wordt hij beschreven. Dus die gekte, ik denk dat Vestdijk uit zijn eigen leven heeft geput om die gektes van deze mensen te schrijven. Ik geloof dat Vestdijk 200 boeken heeft geschreven. Ja, in ieder geval heel veel. Waarom neem je dan juist die twee mee? Ja, omdat ik bij De Nadagen van Pilatus zo ongelooflijk goed vind wat de fantasie van de mens kan doen. We hebben tegenwoordig in het leven toch in een tijd, knielen op een bed viool is daar ook weer een voorbeeld van, dat alles is bijna autobiografisch. En ik heb het zelf niet zo heel erg op autobiografische literatuur. Ik vind het veel interessanter wanneer mensen hun fantasie aanspreken. Dat is eigenlijk nog veel, veel knapper dan wanneer je alles maar uit je eigen leven gaat putten. En daar is dat boek van De Nadagen van Pilatus zo'n schitterend voorbeeld van. Echt wat de fantasie van een mens kan doen. Ja. Dus daarom heb ik dat meegenomen. Vind ik ook dat mensen dat moeten lezen. Okay. Ja. En zie je dan dat het taalgebruik van het Hart, lijkt het dan ook al in dit boek op het taalgebruik waar we het net over hebben, dat archaïs is? Lijkt het ook op het taalgebruik van Vestdijk? Het is niet zo archaïs natuurlijk als Vestdijk. Want in Vestdijk kom je natuurlijk nog woorden met SCH tegen voortdurend. Kees het Hart heeft wel een soort barokke stijl gebruikt in dat boek. Om toch een beetje daar die Vestdijk-stijl in te gebruiken. En dat heeft hij heel goed gedaan. Het leest heel erg fijn trouwens. Hij heeft een prachtig bloemrijk taalgebruik. Okay, de keizer en de astroloog heden dus. Ja. Kees het Hart verschenen bij...